De behoefte is bij mij dat ik het dus zelf heel graag in mijn eigen huis wil doen, maar ook in mijn eigen omgeving. En dat ik dus ook mijn kinderen van 2 en 3 een toekomst geef en een schone woonwereld. Dus wij fietsen elke dag de Amstelveenseweg over. Dan krijgen die kinderen allemaal uitlaatgassen in de longen. Dat is volgens mij niet meer nodig. We kunnen gewoon op schone energie over en dat kan ook wel nu. Als we het allemaal willen, dan is het ook zo gebeurd. Dus wat we nu doen is alle initiatief verzamelen van mensen die schoner wonen, werken en vervoer stimuleren in het stadsdeel. En die 50 die wij denken dat er zijn, die verzamelen we en die zetten we allemaal in ditzelfde project aan de gang. En dan hebben we over, denk ik, over 1 jaar of 10, hè, misschien wel in 2020 al het hele stadsdeel op schone energie. En dat is het doel van dit project. En we komen op deze gekke naam omdat Jeroen Bicherou, een kunstenaar uit Amsterdam-Noord, die was bij ons een kippenhok aan het bouwen. En die zei, als ik ooit nog eens een buurt moet mobiliseren, dan ga ik een kippenhok bouwen. Want iedereen bemoeit zich met een kippenhok. En dat is ook een beetje het idee wat wij met die eigen energie willen. Dat je dus met elkaar, met je buurt of met je bedrijventerrein weer een beetje samen dingen gaat doen. En ook samen energie gaat opwekken bijvoorbeeld. Waardoor je dus ook meer gezelligere buurt krijgt. En je krijgt gewoon beschikking over eigen energie. Dus je bent ook niet meer afhankelijk van Rusland of van Saudi-Arabië voor de olie. Je hebt gewoon je eigen energie lokaal opgewekt. En dat kan gewoon met wind, zon, aardwarmte of biomassa. Dus het is ook niet zo ingewikkeld. We hoeven het alleen maar te gaan doen.